De vicevoorzitter van de Chinese People Political Consultative Conference, Zijn Excellentie Xiao Hong, heeft op donderdag 4 april bezoeken afgelegd aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, Jennifer Geerling-Simons, de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Bigli, en de president van de Republiek Suriname, Desiree Delano Bouterse. Het doel van dit bezoek is onder meer de historische en vriendschapsbanden tussen Suriname en China verder te verstevigen. We hebben namelijk hier op bezoek de vicevoorzitter van de 13e Chinese People Political Consultative Conference. En dat is niets anders dan de samenkoming van belangrijke, prominente groepen in China die de stem van het volk zijn, maar ook tegelijkertijd gerelateerd zijn aan de Chinese National Congress. Of je zou kunnen zeggen hun DNA, die dan wetten maakt, stemt over beleid. En dat wat ze hebben gestemd in beleid, wordt dan door de regering uitgevoerd. Dus u moet het zien als de onderlaag die medezeggenschap heeft in een democratisch bestel van meedoen en meebeslissen. Laat mij zeggen, voor Suriname is dit zo essentieel dat we dit bezoek krijgen. Niet alleen omdat het de eerste keer is dat we vanuit deze organisatie of dit instituut representatie hier hebben, maar meer nog omdat wij hebben gezien dat in de afgelopen 6 jaren onze president, de president van de Republiek Suriname, president Bouterse, al zeker 3 momenten heeft gehad in gesprek met zijn collega van China, de Volksrepubliek China. Wat we ook zien, is dat na die intensieve besprekingen we ook hoge delegaties van Surinaamse zijde hebben gehad richting China. Maar we hebben ook hier naartoe hoge delegaties gehad. En in de afgelopen 2 jaren hebben we naast de vice-minister van BUSA, hebben wij ook op bezoek gehad de minister van BUSA vorig jaar en nu deze belangrijke vertegenwoordiging van het volk. En het geeft blijk van de intensieve relatie die bestaat tussen onze landen. Wat u ook moet vasthouden is dat de relatie tussen Suriname en de Volksrepubliek China 1 is die bilateraal heel oud is. Het is een van onze eerste bilaterale relaties na de onafhankelijkheid. Maar daarnaast weten wij ook dat wij vorig jaar 165 jaren hebben gevierd van de vestiging van Chinese immigranten hier. En dat betekent dat die relatie meer nog historisch is ingegeven. Over de tijd heen hebben we gezien dat die relatie zich is gaan verdiepen, verstevigen. Dus eerst historisch, nou cultureel kan je ook eraan koppelen. Maar daarna zeer intensief politiek, waarbij deze regering met name het One China beleid hanteert. Waarbij wij China erkennen voor haar volledigheid. En we al zodanig ook zaken doen met China op economisch gebied, maar ook op diplomatiek gebied. In dat verband kan ik een heleboel ontwikkelingsprojecten opnoemen. Is het nou op het gebied van volksgezondheid, Wanike Hospitaal? Is het op het gebied van infrastructuur? Hebben we al enkele Dalian projecten uitgevoerd. We kennen de wegen die zo zijn geasfalteerd. Als ik zeg landbouw, dat kunnen we noemen de zo meteen op te zetten landbouwdemonstratiecentrum. Als we kijken naar capaciteitsversterking in onderwijs. Vroeger moesten jongeren nog nadenken voordat ze naar China willen gaan. We hebben al bijna 2 jaren, of als het niet is al langer dan 2 jaren, een overschrijding van het aantal Surinamers die op een beurs naar China willen om, noem het maar, een gebied te studeren. We hebben daarnaast ook commerciële betrekkingen. We hebben op het gebied van sociale
investeringen zien we dat we een schenking van 1000 sociale woningen hebben gehad van China, waarvan de eerste 350 heel binnenkort van start gaan. We hebben een gemeenschapscentrum in Sophia's Lust. Er is zoveel dat we doen met China op functioneel gebied, maar ook economisch, zoals ik eerder aangaf. Maar wat ik met name wil highlighten bij dit bezoek van deze delegatie, en dat heeft de president ook aangehaald, dat is het initiatief van president Xi Jinping om eigenlijk de wereldgemeenschap mee te laten liften in de mogelijkheden die China te bieden heeft. En die constructie wordt het One Belt, One Road initiatief genoemd, waarbij de president voor is uitgenodigd. Een summit, dat is in april, vindt het plaats, waarbij hij dus in ieder geval wel een hoge delegatie naartoe stuurt. En wij de intentie hebben om later dit jaar op zeer hoog niveau de twee presidenten te laten praten over de verdere versteviging van deze bilaterale relatie. De Volksrepubliek China en de Republiek Suriname, eigenlijk met elkaar, van elkaar zeggen dat wij met elkaar gaan samenwerken, los van het feit dat Suriname qua grootte veel kleiner is, qua populatie veel kleiner is, maar dan nog op het, met een achtneming van respect. We zijn toch wel beide soeverein. Op het gebied van voordeel. Beiden moeten er voordeel aan hebben. En dat zijn dingen die we in die relatie met China als heel kenmerkend aanschrijven. Ook zeggen wij dat we elkaar zullen respecteren. Onze integriteit als land, soeverein land, zal niet worden aangetast door inmenging van buitenaf. En ook zeker niet van China. Dat zijn dingen die we elkaar punten waarop we elkaar vinden, omdat China dezelfde buitenlandse politiek hanteert in dat verband. Wat ik wil benadrukken is dat in die relatie met China er veel meer ruimte is om meer handel te gaan drijven, om meer economische ontwikkeling tot stand te brengen. En eigenlijk om het toeristisch product dat we hier te bieden hebben beter tot uiting te doen komen. En de vice-chair heeft bijvoorbeeld, de voorzitter heeft benadrukt dat het van belang is om te kijken naar drie aspecten waarover we het roerend eens zijn: publiciteit en branding, of zeg maar marketing van wie wij zijn als land en wat we te bieden hebben. Het aspect van infrastructuur is ook heel essentieel, waarbij wij dus ervoor moeten zorgen dat wij connectiviteit bewerkstelligen. Dit punt is ook onderschreven door de president. En ten derde gaat het erom dat wij de intentie moeten hebben en willen onderschrijven dat we met elkaar moeten samenwerken. Alle drie zaken zijn haalbaar, omdat wij beide als landen en als gemeenschap het belangrijk vinden om een relatie met elkaar te onderhouden. Dit bezoek heeft ook een karakter waarbij het parlement in beeld moet komen. En zo is er ook een gesprek geweest met de voorzitter en de leden van de vaste commissie Buitenlandse Zaken vandaag over hoe de relatie kan worden aangescherpt of verstevigd. En ook is natuurlijk de delegatie ontvangen door de president en is in deze sfeer ook besproken. Dus behalve dat we kijken naar toerisme en het mogelijk ontwikkelen van een directe vliegroute tussen Suriname en China, ook gekeken naar hoe wij het milieu, de planeet, zoals de president het noemt, kunnen vrijwaren van, of in ieder geval waarborgen voor onze kinderen en de noodzaak voor een verdere verdieping van onze relatie. Al met al wil ik zeggen dat dit bezoek zeer significant is, omdat het weergeeft dat niet alleen op politiek niveau, economisch, laten we zeggen, functioneel niveau, het aantal projecten dat we uitvoeren, maar ook op volksniveau er interesse bestaat voor de relatie tussen Suriname en China. Wij zijn met name het eerste en het enige land op het westelijk halfrond waarbij de viering van het Springfestival, het Chinees Nieuwjaar, een vrije nationale feestdag is. En dat wordt ook gewaardeerd
door de Chinese zijde. Maar dat hebben we niet zomaar gedaan. We hebben het gedaan vanuit de overtuiging dat wij meer dan alleen diplomatieke en bilaterale vrienden zijn. We zijn twee volkeren, we zijn twee landen die in elkaar, aan elkaar verweven zijn.